Nou, ik heb deze verklaring van Jeff natuurlijk overdacht. Schumann in 1950, 15 mei of 9 mei. En ik ben het met Jeff eens dat daar eigenlijk in die 3 minuten de basis gelegd wordt voor dat wat later wordt uitgewerkt. Ook de kracht van de idee. Het begint met een idee en het werkt zich uit in een daadwerkelijke ontwikkeling die de hele eeuw verder beheerst heeft en bepalend is geworden. Dus mee eens. Eigenlijk heeft Jeff een vergroot glas gebruikt. En die kleine, door dat groot glas turend naar de geschiedenis van Europa, daar die kleine 3 minuten uitgeplukt in 1950. Ik heb gedacht, ik ga het eens omgekeerd doen. Want wanneer je niet met een vergrootglas kijkt, maar met een omgekeerde verrekijker, dat wil zeggen, de geschiedenis van Europa ziet in wat hoger perspectief en wat over de tijd heen. En ik moet zeggen, daarbij heb ik me laten leiden door een in deze tijd geschreven boek van Samuel Huntington over de Clash of Civilizations. Dan bekruip je toch tegelijkertijd ook gevoelens van bezorgdheid en weinig optimisme. Want Huntington heeft gezegd, kijk, door deze ontwikkeling wordt de tegenstelling tussen de naties opgeheven. En hij ziet dat wereldwijd plaatsvinden. Maar hij zegt, er vormen zich nu grote blokken, civilizations, beschavingen, 9 noemt hij er. 1 daarvan Europa. En dan zegt hij, ja, dat de tegenstelling tussen de naties is opgeheven, is een groot winstpunt. Dus daar zit het positieve. Maar tegelijkertijd pas op, want voor je het weet krijgen we een clash of civilizations. En dan wordt het nog erger dan het ooit geweest is. En wanneer ik naar de geschiedenis van Europa kijk, dan denk ik dat dat ons waakzaam moet maken. Met name waakzaam omdat Europa dan wel geïnspireerd mag zijn door Schumann's christelijk geloof. Ze heeft intussen eigenlijk haar fundering losgelaten in de christelijke traditie. Denk aan het voorstel van de laatste grondwet, waar het zelfs het christendom niet in genoemd is. Dat baart zorgen. En dat doet me denken aan de titel van het boek wat vandaag gepubliceerd of voorgebracht wordt. En dat is diep geworteld. Ja, heeft Europa niet zijn wortels verloren? En is het niet een ontworteld Europa geworden? En daarom heb ik een anti-moment uitgekozen. En dat anti-moment, dat is niet 9 mei 1950, maar 15 mei 1953. En op 15 mei 1953, toen is dit monument, wat u allemaal natuurlijk wel kent, onthuld hier in Rotterdam. En daar zie je een afbeelding natuurlijk van de stad en het hart van de stad is eruit weggebombardeerd. Maar het is dieper dan dat. En een kunstwerk peilt de eigenlijke situatie van de maatschappij, Europa. Ik zie dit als een beeld van Europa wat zijn hart dreigt te verliezen. En vandaar dat ik dit als anti-moment tegenover dat van Jeff heb opgesteld en gezegd, het is toch eigenlijk misschien wel, en laten we hopen van niet, 15 mei 1953, toen niet in 3 minuten, maar in 1 moment het doek ervan werd weggetrokken en daar dit beeld bekend werd. Ik denk eigenlijk dat het boek van wat we vandaag zullen gaan lezen, ik tenminste wel, dat daarbij aansluit. Want het is een ander beeld, wortels, maar dat nu juist wil, het hart weer wil opvullen met de waarden van het christelijk geloof waaruit dit project is ontstaan, maar dat op de tocht staat en waar we voor moeten strijden. En vandaar dat ik dit rustig als tegenmoment bij Jeff wil aanbieden. Omdat ik er zeker van ben dat zijn diep gewortelde boek nu juist het juiste tegengas zal geven tegen de ontwikkeling van Europa als zatkien met een weggerukt hart. Nou, dat was wat ik wilde. Dank.